Maar het défilé, dat begint om 13:15 uur. Maar dan hebben jullie dit al lang al nog niet gezien. Dus dit is een beetje achterhaald nieuws, ja. Goedemorgen allemaal. Ja, het is warm. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Het is vandaag 28 juni 2018. Het is nou net 11 uur 14. En het is al bloedje heet. Ik zal eens even kijken wat er op mijn telefoon staat. Hoe warm het is. Vanochtend om 8:30. Dus 8 uur 38 eigenlijk, net over. Was het al 18 graden. Het is nu bijna kwart over 11. Ik zal eens even kijken. Mogen niet schrikken, want het is warm. Dus het is nu al 22 graden, mensen. Het is nu al 22 graden. Veel te warm. Dus ik zou zeggen, heel veel kijkplezier gewenst. Nou, de hondjes die liggen lekker. Daar ligt Loffie, hier ligt Lady. Die grote, de kleine. Ze hebben het loetje heet, warm. Dat is ook begrijpelijk. En ik heb hier alles in huis dicht qua gordijnen. Maar het was net al op mijn voorbalkon. En voordat ik wegging, net om een pakketje op te halen, was het al op mijn voorbalkon heel heet. Ik zat even kijken of ik dat aan jullie kan laten zien. Het is echt warm, jongens. Het is echt. Nee, het is hier al een beetje afgekoeld. Maar het was net hier al gewoon warm. Zullen jullie nou een beetje kunnen zien? Maar het was, voordat ik wegging, was het hier al bijna 40 graden. Het is nu al 30 graden op mijn voorbalkon. Maar echt, het is gewoon warm, mensen. Het is gewoon niet lekker. Nee. Eeuw. Dit is gewoon niet fijn meer. Nee. Ik zal even de deur weer even dicht doen. Alles lekker even koel houden. En ik ga even een ijsje eten. Ik heb het warm. Ja, ik heb het echt gewoon warm. En ik ben wazig. Kijk, ik ben wazig. Dat is leuk. Nou, niet meer. Zo. En water. Als ik nog ergens water heb, lijkt me dat heel fijn. Die heb ik nog wel ergens. Dus ik ga zo meteen even water vullen. Zodat ik water mee heb naar school. Lekker koud. Zo. Dus ja, het is gewoon een beetje raar weer. Ja. Gisteren was het nog heel. Was het gewoon raar nog. Ja. Dus Ro, die komt ook zo meteen. Gezellig. Ik zal die even lekker neerzetten. Ook gezellig. Ja, even die aan. Dan zie ik tenminste wat. Ik ga even een pootje even uit elkaar halen. Zodat ik even beter kan praten met jullie. Gezellig. Ja. Zaterdag gaan we naar de Veteranendag. Gaan we daar ook filmen, foto's maken, hoop ik. Dat weet ik wel. Gewoon doen. Dus dat wordt ook wel weer een evenement op zich. Dan gaan we ook lekker op tijd met de hondjes lopen. Om een minuutje of 5, denk ik, zoiets. Heb ik in de planning staan. Want ik wil om een minuutje of 8:30, 9 weg. Want om 9 uur begint het volgens mij daar. Zoals even kijken. De Veteranendag. Ja. Veteranendag 2018. Ja. Veteranendag 2018 Den Haag. En geen Zoetermeer. Nee. Ik hoop erg ook eigenlijk. Eens even kijken hoe het. Even kijken hoor. Er staat niet echt van. Oh ja, wel. Programma. Kijk, die is handig. We moeten gewoon het programma hebben. Programma Binnenhof aanvang 10:20. Dus, maar. Maar
Malieveld van 9 uur tot 5:30. Ja. Ik ga even van alles doen. Maar het défilé, dat begint om 13:15. Maar dan hebben jullie dit al lang nog niet gezien. Dus dit is een beetje achterhaald nieuws, ja. Maar ja, ik ga niet langer maken dan nodig is. Ik ga me zo klaarmaken voor school. En dan ga ik even Utopia aanzetten. Ik ga me zo even inspuiten met de factor 50. Ik heb Utopia nu even opstaan. En dan zou ik zeggen, ja. We gaan zo eerst naar school pakketjes halen. En dan zien jullie mij straks weer. En met post sorteren. En want we hebben echt heel veel. En want we hebben nu al katten daar staan. Dus ja. En dan nog zometeen nog een minuutje of half vier uur krijgen we nog post. Dus maar, gaat gezellig worden. Goedemiddag allemaal. Het is al nu al even kijken. 5:18 in de middag. Ja. We zijn al eventjes thuis. Rauw is druk bezig met de post. Ja, ik zal het even zo laten zien. Volgens mij mag ik een knip plakken. Waarschijnlijk zag ik een stukje over slaan. Dus waarschijnlijk is mijn stem niet goed met mijn video. Maar dat zien we wel. Kijk, Rodi is lekker bezig. Het is aardig wat post, hè? Ja, best wel. Ah, maar dat ga je redden. Hoe denk je dat? Ja, dat denk ik. En dan heb je ook nog aan haar, hè? Hè? Niet in te sorteren is dat scheelt. Nee. Maar ik ben denk ik wel van plan om van de zomer daar inderdaad te gaan sorteren. Als zomerbaantje. Okay. Denk ik. Denk je. Ja, want ik heb dan geen school, maar wel dan dat. Ja, oké. Okay. Ja. Is toch iets, toch? Ja. Dus ja, dit is gewoon één straat wat hij dus nou eigenlijk weer doet. Is leuk. Dan heeft hij daar allemaal gesorteerd en alles. En daar. En dan heeft hij nog twee straten. Wat hij nou allemaal afpakt, dat is gewoon van één straat, maar dan even een oneven rand. Maakt hij. Dan moet hij nog die straat doen. En dan moet ik ook nog eventjes... En heb ik hier ook nog, daar, huis en huis, dat is van mij. En dat is van Roo. Jip. Is lekker bezig, hé. Ja, precies. Goed bezig, toch? Ja. Hier ligt een heel lief klein handje, lekker te kluiven. Kom je ook eens kijken. Nou. Gremlin. Je bent lief. Ja, ja, ja. Jij moet niet zo jaloers wezen, klein, hè? Ja, je bent jaloers. Oeh, uitrekken. Ja, maar ik ben jaloers. Niet? Is een mei.
En ik ben wel van, oh, ik niet leuk. Het is mij. Hey, meisje. Kom eens bij mij. Kom eens hier, knuf. Kom eens hier. Knuf, kom. Kom dan. Knuffel. Ja, kom dan. Zeg maar, we gaan stoeien. Ja, gaan jullie maar even stoeien, joh. En dan straks ga ik even sorteren. Ik heb 4 bakken daar. Joepie.